Welkom bij Stekels, iPhone en iPad verzameling. Ja. Is hier iets van te koop, Stekel? Of alleen in die doosjes? Ja, dat is van Jean-Paul van de iPhone Club. Daar heb ik wat dingen meegenomen. Je ziet, hij is heel voorzichtig op zijn oude modellen. Ik ben gewoon gebruiker. Dus ik heb een laadje thuis waar alle telefoons die ik afdank, om wat voor reden dan ook, die gaan daarin. En dat heb ik vandaag alweer eens uitgehaald. Ja, een indrukwekkende verzameling. We zitten hier natuurlijk vanwege 10 jaar iPhone. En dan is het toch wel leuk dat ik heb blijk 3 inderdaad van de iPhone 1 te hebben. Toen ze wat in Nederland nooit te koop is. En waarom 3? Ik unlockte in die tijd. En dan moest je een jailbreaken veel iPhone 1's. Ik weet niet, ik had me daarin verdiept. Met hulp van de iPhone Club. Hebben we het in een andere uitzending om die man te vinden. Over gehad. En dat ging ook wel eens mis. Ging bij mezelf ook mis. En dan kon je een iPhone breaken, zoals het heet. Dan werd het een brick. Kon je er niks mee baksteen. Mee. Ja. Kon je helemaal niks meer. Dat heb ik 1 keer gedaan. Dus toen moest ik een nieuwe uit Amerika laten komen. En die derde zal ik wel van iemand in mijn laadje zijn gekomen. Die hem ook gebrickt had en aan mij gaf. En zei van, goh, kijk er nog eens aan. Maar deze doet het nog gewoon. Maar goed, inmiddels daardoor liggen hier natuurlijk ook de eerste iPhone die wel in Nederland beschikbaar was. De 4, de 5, de 6 en de 7. Dus ja, dat is toch een mooie verzameling. Thomas Engel, jij bent van de Capitals. Jullie maken onder meer apps. Niet alleen voor de iPhone, maar mobiele toepassingen zijn jullie gespecialiseerd. Maar dat zijn jullie al wel sinds die tijd. Toen nog onder de naam The Saints. Ja, The Saints. Ja. Je gaat zeker zo lang mee als die iPhone. Als jij nu dit rijtje hier zit. Welke van deze apparaten heeft voor jou, op jou, indruk gemaakt, de meeste indruk gemaakt? Wij zijn sinds 2005 bezig met appontwikkeling. Dus we waren al een tijdje bezig, zeg maar, voordat de iPhone er was. En iedere keer was dat gewoon de diversiteit aan toestellen, aan softwareconfiguraties die mede door de operators bepaald werden. En toen kwam er ineens een device wat aan de eindgebruiker dacht en die daarna met telco's deals ging maken. De eerste was gewoon de eerste keer dat ik die iPhone in mijn hand had en dat ik dacht van oké, zo kan een telefoon ook zijn. En wat vond je er zo bijzonder aan? Het feit dat het werkte. Dus als je iets deed, dan deed hij dat ook. Dat was soms nog wel eens bijzonder. Mark, dat zei je net in 2 zinnen, die focus op de eindgebruiker. Het was echt zo en dat weet jij ook. Moet ik iets inprikken? Ja, we doen vandaag weer met geluid. Met geluid, oh, sorry. je zegt het werkte ook. Er was, je noemde dat even in 2 zinnen. Daarvoor, op de Nokia's die we hadden en allerlei andere telefoons, daar kon je dingen op doen. Jullie maakten daar ook apps voor, Java-apps, maar dat was een drama. Op elke telefoon was het anders, het werkte eigenlijk nooit zoals je wilde. Ja, dan moest je 400 verschillende versies van 1 app maken. Ja. En dan, dat kon je natuurlijk nooit allemaal testen. En het was niet allemaal verschillend, maar daar zat een heleboel verschillen in. Ja, ik weet nog dat wij in die tijd vanuit de NOS met jullie werkten, ook met Triple IT, met Schalk Stalgeman. En dan hadden jullie volgens mij inderdaad 60 toestellen liggen om een app te testen. Ja. Gewoon allemaal verschillende versies van Symbian en noem maar op. En toen kwam die iPhone en je zegt, die was op de eindgebruiker gefocust. Ja, dat was simpel. Ja, ik wil bijna zeggen, Apple denkt altijd aan de eindgebruiker. De laatste tijd trek ik dat iets meer in twijfel. Maar dat is in ieder geval de eerste versies, zeg maar, van de smartphone, de iPhone, zeker zo geweest. En daar hebben ze gewoon altijd in voorgelegen. Jij zei het net over die ene knop. Hè? Dat heb ik altijd het geniale eraan gevonden. Mm. Want elk ander apparaat, daar moet je allerlei instellingen, moet je diep het apparaat in. Als je daar niet heel erg in thuis bent, ben je ook heel snel de weg kwijt. Ja. De kracht van deze apparaat is eigenlijk altijd geweest. Je hoeft eigenlijk maar 1 ding te weten. Met die knop ben je altijd weer thuis. Ja. En dan ben je altijd weer bij het begin. Dat is echt het geniale geweest, vind ik. Kleine kinderen snapten het onmiddellijk. Maar bejaarden konden er ook binnen de kortste keren mee omgaan. Ja, ik heb mijn iPhone ook meegenomen. Persoonlijk had ik deze gekocht, 2002 denk ik. Ik was nog niet bezig met de Saints en ik heb hier netjes voor gespaard dit gekocht. En ja, deze touchwheel en hoe dat werkte en dat ik mijn muziek mee kon nemen, dat was een nog grotere, aha-moment dan die iPhone. Omdat ik ineens dacht van oké, weet je wel,
ja, ik was en ben zo'n muziekfreak en ik kan het ineens allemaal meenemen op een manier die ja, niet op mp3 spelers is. Het was gewoon gelijk die software-hardware combinatie die werkte. En vanaf toen hebben ze dat gewoon doorgezet in de lijn, die iPhone, wat eigenlijk ja, mijn vervanger werd van mijn iPod en veel meer. Voor ons als de Saints was de iPhone wel een beetje een gek ding, want ja, we maakten apps voor partijen als Lowlands. En nou, die wilden een app voor de, nou, wat hun bezoekers hadden. En dat was op dat moment geen iPhone. Ja. Dus die eerste 2-3 jaar was dat ja, best wel lastig voor ons. Nee, precies. Dat vertelde Jean-Paul en Gonnie net van de iPhone Club. Dat eigenlijk de doorbraak van de iPhone kwam pas later. Want deze was hier überhaupt niet verkrijgbaar. Ja. En pas toen de eerste drie in Nederland, dat duurde ook best nog wel eventjes. En toen kwam de 3G. En dat, ik denk, dan waren we echt 2 jaar verder. Ja. Toen kwam die doorbraak en ja. Jullie merkten dat ook. Ja, nou, er zat natuurlijk eerst ook nog geen App Store op en je kon dingen jailbreken en je had Cydia waar dingen op gebeurden. Ja. Je had ontwikkelaars die zeiden, oké, ik wil een app met mijn treintijden en daar kwam trein. Je had mensen die zeiden, oké, waarom heeft nu.nl geen app? Dus het was ook een beetje een soort van dat gekke gebied van mag dit wel, mag dit niet. Wij wilden heel graag iPhone apps maken, maar het was uiteindelijk nog best wel lastig om een klant voor te vinden. Want ze zeiden, nou, wat is dan het marktaandeel? Nou, 5%. Maar als je kon overleggen wat het gebruik was, ja, dat was heel moeilijk om te vatten. Moeilijk uit te leggen, ja. Dus voor ons, want ja, onze markt was, we maken apps die voor al je bezoekers werken. Ja. Dus hebben we in het begin nog een beetje gesmokkeld, waarbij we eigenlijk een Java-app zeg maar ombouwden naar een iPhone-app. En dat zagen we gewoon heel snel. Dit is niet de experience die je op de iPhone wil bieden. Je moet dit echt maken zoals Apple dat wil. En uiteindelijk voor VI de eerste app gemaakt. Voetbal International. Ja, Voetbal International. Je kan je voorstellen, nou, mannen, gadgets, voetbal. Dus dat was een goede klik. Dus die zeiden van, nou, we wagen de gok. En dat heeft er heel goed voor ze uitgepakt. En voor jullie dus ook, want jullie hadden een klant waarmee, waardoor je ook zelf meer tijd in kon stoppen en meer kon leren van het... Toen is het 2 jaar denk ik geweest, we moeten voor alles apps. En toen kwamen er echt klanten die zeiden van nee, ik wil specifiek een iPhone app. En hoe is dat nu? Want het marktaandeel van de iPhone is niet de grootste. Dat is, ik denk het zal Android versus iPhone zijn, denk ik, als je echt kijkt. Of maak je ook Windows Phone? Windows is een beetje moeilijk. Ze zeggen zelf geen marktaandeelcijfers. En als ze die zouden zeggen, zouden die heel laag zijn. Het is iPhone, Android wat domineert. Ja, en als er nu dus een klant bij jullie komt... Want de kracht van de iPhone is nog steeds dat als je ontwikkelt, dat je maar voor een beperkt aantal versies van de software hoeft te maken. Want je weet in ieder geval dat het percentage mensen dat de laatste update doet, et cetera, groot is. Dus dat blijft de kracht van het platform. Ja. Dus nog steeds hoor ik wel eens een zwakte van het Android-platform. Dat je ook weer voor meer apparaten moet maken. Leg dat eens uit. Hoe verhouden die twee platforms zich tot elkaar? Het mantra is, we denken aan de eindgebruiker. Daarmee zegt Apple, wij willen alles in het ecosysteem controleren van software en hardware. Alles wat iOS is of tvOS of dat draait op hun hardware. Daarmee weet je gewoon dat het werkt. Daarmee kunnen ze inderdaad je forceren om te updaten. Bij Android is de route gewoon anders. Eerst was het een consortium en dat is eigenlijk gewoon helemaal overgenomen door de Google. Die geven dat eigenlijk weg, waarbij ze zeggen van, nou, je mag mijn OS gebruiken. Ik wil één ding, namelijk als er search op zit, dan is dat via Google. En hun competitor toen was Symbian, en dat kostte $50-$60 per toestel. Dus het was een hele mooie sell, want ja, ze konden ineens die €60 van het operating systeem als eigen marge pakken. Maar daardoor is er gewoon heel snel heel veel fragmentatie gekomen en was Android gewoon vooral bezig met versies in de markt te krijgen. En niet zozeer met hoe gaan we dit over 2-3 jaar nog kunnen updaten. Dus vandaar dat de fragmentatie op Android groter is. Maar de laatste jaren een stuk meer bij is gekomen. Maar het is nog steeds allemaal iets gefragmenteerder. Ja. Maar je zei van, in die tijd, bijvoorbeeld de Lowlands kwam naar ons toe en die zeiden natuurlijk, we willen voor het gros van onze bezoekers, daar moet het verhaal vertellen. Als er nu een partij naar je toe komt, een festival, een zaal, een blad, wat adviseer jij hun dan?
Als het budget beperkt is, zeg je dan ga voor Android? Of zeg je dan van, nou ja, weet je, pak toch eerst iOS? Wat raad jij dan aan? Nou, je krijgt op zich, je hebt meerdere varianten. Je kan ook zeggen van, nou, web doet ook een heleboel dingen goed. Ja. Is wat je wil bereiken, kan je dat ook niet met een website. Vanuit appgebruik is het zo dat het iOS-aandeel minder is. Maar iemand die een iPhone koopt, die weet 100% dat er een App Store op zit en wat je daarmee kan doen. Dan voegt hij wel of niet zijn creditcard details aan toe. Bij Android is het zo, die kopen gewoon een toestel waar ze mee kunnen internetten. En je ziet dat gewoon een heleboel Android-gebruikers nooit in een Android Store komen. Dus het is moeilijker om de app geïnstalleerd te krijgen? Ja, dus uiteindelijk in gebruik is het 50-50. Als je het daarover hebt, over apps. Ja. We hebben de afgelopen 10 jaar natuurlijk ook met enige regelmaat komen die discussies terug. Hè? Van eerst was alles apps, want je had die app stores. Mm-hmm. Toen kwamen mensen zeiden, nou, we gaan naar web apps. Dan ben je ook niet meer afhankelijk van die platforms. Kan je het in één keer ontwikkelen. Waar staan we nu? Wat voegt een app op een telefoon toe? Boven wat je met een mobiele website kan doen? Je hebt een paar stelregels. Als je het dagelijks, wekelijks gebruikt, dan wil je daar een hele goede experience aan bieden. En dan is een app vaak een hele goede tool. Als het iets is om eenmalig iets te doen, of vanuit je weet eigenlijk niet dat je er nou naar op zoek bent. Dus ja, je komt er via Google op, via je browser, dan is een website prima. En verder op het moment dat jij dingen gaat doen die te maken hebben met video, met fotografie, met locatie, dan kun je al die sensoren uit die telefoon aanspreken. En dat kan je veel beter doen vanuit een app dan vanuit het web. Ja, die discussie is ook wel minder geworden. Hè? Ik kan me herinneren dat ook in de tijd dat ik bij de NOS daarvoor verantwoordelijk was, dat toen was de fragmentatie natuurlijk nog groter. Had je ook nog echt Windows Mobile en Symbian waar je rekening mee had te houden. Ja. Maar die discussie is ook wel minder geworden volgens mij. Hè? Mensen snappen inmiddels wel waar je een website voor maakt en waar je een app voor maakt. Dat besef is er inderdaad steeds meer. Wij hebben ervoor gekozen als bureau om native apps te maken. Dus we maken voor iOS is een andere programmeur dan Android. Er zijn ook heel veel tools in de markt die aanbieden dat je één programmeur zet. Ja, precies. En dat er uiteindelijk twee apps uitkomen rollen. Ja. Dat uitrollen, dat is vaak nog wat werk aan het eind. Dus er zijn allerlei keuzes in de markt waardoor het vanuit een kostenperspectief een app niet meer de investering zou hoeven zijn die het misschien was. Ja. Hey, als jij nou terugkijkt, hè, die 10 jaar, je hebt aan de oorsprong gestaan van het ecosysteem waar je het dan steeds over hebt. En je kijkt naar wat hier dan ligt, hè, wat er 10 jaar geleden gelanceerd werd door Steve Jobs. Waarvan denk je dan nu nog steeds van wow, weet je, dit is toch wel echt geniaal. Zeker. Het feit dat je in alle statistieken ziet dat iPhone-gebruikers gewoon grote verbruikers zijn van apps, van data, belminuten, alles, betekent gewoon dat het een heel fijn apparaat is, dat je het wil gebruiken. We gingen het gewoon heel snel als vervanger van ons laptop gebruiken. Alles wat ik niet zakelijk doe, dat doe ik in principe niet meer op een laptop. Dat doe ik via een mobiel device. Het is een tijdje iets meer mijn iPad geweest. Het is nu eigenlijk alleen maar mijn telefoon. Die liggen hier ook nog, hè? Hij heeft gewoon ingezet dat wij nu met z'n allen 100% mobiel zijn. Buiten onze werktijden. Ik probeerde een beetje een gevoel te krijgen hoeveel mensen nu in Nederland min of meer aan het werk zijn omdat de App Store gelanceerd is 10 jaar geleden. Of de iPhone, laat ik zo zeggen. Nou, dat moeten er zeker 10.000 mensen zijn, alleen al in Nederland, die daar nu hun brood mee kunnen verdienen. Ja, gewoon ontwikkelaars, bureaus, mensen die apps maken. Ja, en dan de klantkant. Alle banken die kunnen filialen sluiten, want er wordt via die app gebankierd. Ja. Is dat misschien wel echt een revolutie? Dat ons leven mobiel is geworden? Nog meer dan die hardware of het apparaat? Ja, kijk, die iPod had ik op zich al. Die telefoon had ik ook. De interface, hoe het werkte en het feit dat die browser er was, dat het allemaal sneller kon, maar dat het wel een browser was die werkte. En op mijn N95 was het allemaal moeilijk en moest ik echt eventjes mijn best doen om toch eventjes de treintijden te weten, zeg maar. Dat is de shift die heeft gebracht. En ja, gewoon we beginnen bij de eindgebruiker en de rest volgt.
En tot dan toe was het bij welke operator kunnen we de beste deal maken. En als die er een knop op wil of een eigen OS-laag tussen wil, nou, dan doen we dat. Ja. Dus dat is de revolutie die heeft gebracht. Ik vind het ook fascinerend als je nu die presentatie van Steve Jobs van 10 jaar geleden ziet. En het is voor het eerst dat er in apps gedacht wordt. Kleine softwarepakketjes op een groot scherm, op een telefoon. Ik gebruik hem zelf ook nog vaak in presentaties. Als je dan nu terugkijkt wat zo'n iPhone, wat die telefoon allemaal opgevreten heeft aan andere apparaten. Als je er echt serieus over nagedacht, misschien kun je hem in beeld zetten, Martien. Ik heb een plaatje op mijn laptop staan. Dat is echt fascinerend. Dit plaatje gebruik ik vaak. Dat gaat maar door, weet je wel. Ja. Van fototoestellen tot navigatie, tot je stemvork, de vuvuzela, tot de aansteker tijdens concerten als er een ballad gezongen wordt, weet je, you name it, muziek, ja, iPods. Het is een montage, je kan er video's mee monteren, audio mee monteren, als ik mijn eigen stukje even pak. Weet je wel, het is inmiddels iets wat in de gezondheidszorg een belangrijk element is geworden. Je zegt bankieren even overgenomen. In die la van mij zaten ook nog hoesjes, die heb ik allemaal weggegooid, maar toen dacht ik, wat is dit nou weer voor ding? Had ik ook dan gekocht, dat is zo'n ECG-meter. Dus die deed je om je telefoon en daar kun je dan een hartfilmpje mee maken. Weet je, zo ver is het gegaan dat een apparaat wat 5000 euro of alleen bij de dokter stond, dat je dat voor $200 aan je telefoon koppelde en kon je het zelf. Ja, nee, kijk, die developer community, die hebben ze natuurlijk vanaf het begin de juiste tools gegeven. Het werd super laagdrempelig. Het reviewen van apps is vanaf het begin een ding geweest, is het nog steeds. Wat bedoel je daarmee? Een ding? Je moet je app indienen bij Apple. Er kijkt fysiek iemand naar om te kijken of het niet malware is of het binnen de guidelines dat past. Dat is ook de kwaliteitsgarantie. Ja, precies. Ja. Dus waarbij het Android is, meer zoeken tussen van alles. Weet je dat als je een app downloadt vanuit de App Store op je telefoon, dat er iemand naar gekeken heeft dat die goed is gekeurd en dat die in ieder geval doet wat er op de beschrijving staat. De gekste dingen zijn eruit voortgekomen van in Nederland zo'n trein-app die in het begin echt door iedereen die een iPhone had gebruikt werd. En dat de NS aanklopte van joh, we willen dit niet. Die dachten niet aan die eindgebruiker. Nee. Die hadden toen Dennis een mooi bedrag moeten geven. Maar nee, ze gingen met een andere partij iets maken wat een stuk minder was. En aan de andere kant heb je een voorbeeld als Instagram wat... toen het verkocht werd voor een miljard aan Facebook, toen had het een week ervoor zijn Android-app gelanceerd. Ja. Dus ze waren iPhone-only op dat moment. En de goede camera, het werkte, daar zat die community. Ja, precies. Als je nu kijkt naar de gebruiker, naar die App Store, het was natuurlijk het mooie ervan is, omdat ze de marktplaats zijn, de gebruiker en de maker bij elkaar kunnen brengen, is dat fantastisch ook voor een maker. Hè? Hoe moet jij anders zorgen als iets gemaakt hebt dat mensen erachter komen? In het begin, het zal ongetwijfeld nog zo zijn, maar dat wil ik even van je horen. Je installeerde van alles, je kocht, het kopen was zo makkelijk gemaakt, dus het was toch goedkoop, dus dat maakte allemaal niet zo uit. Weet jij hoe dat nu zit? Want ik installeer eerlijk gezegd bijna nooit meer een app. Ik ben wel klaar, denk ik. Ik heb de apps die ik nodig heb ongeveer. En een app kopen heb ik ook al een hele lange tijd niet meer gedaan. Ligt dat aan mij? Wat zijn de ontwikkelingen op dat gebied? Vijf jaar geleden hoorde ik dat de goal was van Apple 500 miljoen creditcards in hun systeem. En vanaf daar kan alles, want dan kunnen we alle services aanbieden. En volgens mij zijn ze er al dik overheen. En ze lanceren dingen die soms wel werken, soms niet werken. Nu met een Touch ID ligt het wel heel dichtbij om dingen te doen. Je ziet nu dat je ook content koopt zeg maar buiten de App Store om, een Blendle. Heel makkelijk om daar toch wat geld aan uit te geven. Ja, dat is toch een mobiele transactie. Wel niet via hun, maar het wordt je heel makkelijk gemaakt. Als je nu sommige berichten leest, dan worden alleen maar de top 10 apps gedownload. Want iedereen is appmoe. Maar we kijken nu wel over de hele wereld. En Facebook. Dus ook als je lager zit, dan kan er best een groot aantal zijn als je niet in de top 10 staat. Zeker. Iedereen is nu echt met zijn niches en zijn interesse bezig. En daar gaan ze naar op zoek of daar horen ze van. Ja. Maar jij werkt voor klanten. Je hebt er nooit voor gekozen om zelf
een app uit te brengen. Waarom niet? Nee, als je dat als bureau gaat doen, dan ga je klantprojecten met je eigen dingen, zeg maar, mengen. En dan kom je in een soort plek waar ik niet wil zijn. Ik wil er voor mijn klant zijn. Ik heb hun project aangenomen en dat moet live. En dan ga ik op een gegeven moment mijn eigen dingen voorrang geven of dan gaat de focus verkeerd. Dus als je dat zou doen, dan zou je dat echt apart moeten doen. Ik vind dat als je als bureau bent, dan moet je er voor je klant zijn. Even een vraag van Twitter, van Robert Peters. We hebben het al eerder vanavond ook even gehad dat de rol van de operators enorm veranderd is sinds de komst van de iPhone. Dat deze telefoons, dit was nog een Sony toestel waar gewoon PTT Telecom op staat of hier staat heel groot Vodafone op. Robert die vraagt, denk je dat providers in de toekomst enkel nog maar databundels gaan aanbieden? Hij vermoedt zelfs dat deze aanbieders er geheel uitgaan door het openstellen van routers. Wat me tegenvalt in de stand van de techniek is twee dingen. Eén is batterij. Dat is gewoon altijd een ding. Dat onderschrijven wij volledig. Ja. Ik ben nu alweer dit weekend is Noorderslag. En ik heb toevallig vandaag alweer mijn grote oplaadbare batterij klaargelegd. Ik moet er wel voor zorgen dat die vol is. Ja. Zodat ik gewoon mijn dingen kan doen. Mijn verhaaltjes kan vertellen, mijn plaatjes, mijn video's, et cetera, kan schieten. Groot probleem. Ja, het andere punt is dat we eigenlijk nog steeds niet in unlimited data denken. Er zijn nog gewoon heel veel mensen die daar, is er wifi, dan ga ik online. In Nederland had dat voor mij betreft al lang geregeld moeten zijn. In het buitenland, daar kan je nog wat van denken. Maar ja, dat duurt ook nog eventjes. En daar hebben we straks misschien ook nog 5G voor nodig. Maar op het moment dat we niet meer over batterijen en over data denken, ja, dan gaat het deel services en data nog veel meer exploderen. Ja. Interessant dus dat T-Mobile heeft aangekondigd dat ze unlimited data gaan bieden voor 35 euro. Ja, ja. Inderdaad. Dus in het begin had je al een unlimited abonnement met een fair use policy en nou is er weer eentje. Ja. Ja, de rol van de operator, ik denk dat je het heel erg nu in dat triple play ziet. Dus telefonie, internet, tv. Ja. Ze zijn nu allerlei diensten aan het aanbieden, want ja, ze hebben ook die betaalrelatie met ons. Grappig is alleen daarvan, hè? Dat triple play kennen we eigenlijk ook al heel lang. Hè? Mm-hmm. Alleen nu zeg maar, het accent verschuift. Vroeger was het zeg maar, je hebt televisie en dan krijg je iets anders erbij. Ja. Maar we zitten nu eigenlijk in de fase van je hebt onbeperkt internet op je mobiel en dan krijg je televisie erbij. Ja. Die triple die is volgens mij steeds hetzelfde, maar het accent is heel erg aan het verschuiven. Maar nog over dit, Google en Apple, waarom zouden niet zelf een operator worden? Dat die hints of die rumors, ja, die zijn er. Ja. Ik denk niet zozeer dat hun focus direct dan op Europa zal liggen, want we zijn gewoon te verdeeld. Al die landjes, ja. Maar we hebben het in het vorige panel, het ging al over China. Ja, misschien hebben ze daar wel grootste plannen, maar ik denk dat het daar misschien wat meer is. En nog even een opmerking van Twitter van Stefan Verkerk. Zijn Twitter-handle is Actie. Hij zegt, Orange UK zei in 2000, mobile is life's remote control. En dat vonden we in die tijd bij Ben geweldig. iPhone made it happen. Eens? Ja, 100%. Je telefoon is je afstandsbediening naar de rest van de wereld geworden. We zijn met smart homes, van alles dat connected wordt. Voor mij had dat ook wat sneller gekund. Maar het heeft ook heel lang geduurd. We zijn in ieder geval stappen in aan het maken. Daar zaten wij heel veel jaar geleden ook al heel veel over te praten. Ik heb nog steeds mijn sleutelbos bij me. Waarom doet mijn telefoon dat niet? En ik heb nog steeds mijn portemonnee bij me. En als ik bedenk wat daar de afgelopen 10 jaar zeg maar, uit is gegaan, wat nu mijn telefoon heeft vervangen, dan is dat wel wat, maar ook niet alles. Ja. Dus er is nog een lange weg te gaan. Vraag van Johan Schaap. Hij zegt van, het gaat over de voice, wat op dit moment wel een heel hip onderwerp is. Hè? Onder meer ook dat Amazon daar heel veel mee bezig is. Wat is zeg maar de user interface van de toekomst? Hij zegt, we hebben toch geen apps meer nodig als je straks alles via voice doet. En zo'n Viv Labs, volgens mij is dat het bedrijf wat de mensen daarvan hebben hiervoor Siri opgezet. Bijvoorbeeld. Die hebben de mooie visie dat je via één voice app alle onderliggende apps aanstuurt en combineert. Zie jij daar wat in? Geloof je daarin? Nou ja, de partijen die dat min of meer zouden kunnen claimen, zijn de partijen die de hardware en het platform leveren. Dus ja, daar zijn nu zeg maar, Apple, Google en Amazon en dan Microsoft mee bezig. Microsoft zegt eigenlijk, we hebben de smartphone
verloren. Dus we gaan nu gelijk naar voice en dat zijn ze flink aan het prediken. Ja, daar komt natuurlijk van alles bij kijken met de AI en je verwacht dat waar we tegen praten ons 100% snapt. Niet alleen wat we zeggen, maar ook wie we zijn en wat mijn agenda is. Dus dat betekent ook dat ik mijn agenda met hun gezinkt moet hebben en wellicht mijn bankdetails. Dan zul je toch een speler moeten zijn die dat nu al is. Nou, in mijn leven is dat nu Apple en Google. En om daar dan nog een laag bovenop te zetten, dat zou kunnen. Maar ik denk dat het vooral mooie statements zijn om een beetje aandacht te krijgen. Ja. Wat ik wel interessant vind van Siri, sorry, even zijpaadje, is dat toen deze telefoon, daar ging op een gegeven moment helemaal het scherm van los. Ja, Jean-Paul die zit weer te gruwen. Ik weet niet hoe het kwam, maar het scherm ging los en het ging steeds minder werken. En ik had nog geen nieuwe en met tape zit dat nog aan elkaar vast. En op een gegeven moment deed het scherm helemaal niks meer. Het enige waar ik me nog mee kon bedienen was Siri. Nee. Maar dat ging toch wel. Weet je, uiteindelijk heb ik nog een paar dagen echt alleen maar met Siri toch nog wat kunnen bellen en af en toe een berichtje sturen voordat ik mijn nieuwe telefoon had. Dus ik vond dat toch wel heel interessant. Ja. Ja. Nee, ik denk dat de jongeren onder ons zitten nu helemaal in de chat en die gaan voice ook nog wel adapteren. Dus ja, nog een lange weg te gaan. Er is nu een leuk verhaal wat gaande is dat zijn meisje die had aan Alexa gevraagd dat ze een dollhouse wilde hebben. Dus Alexa die leverde de volgende dag een dollhouse bij hun huis af voor $150. En die ouders, waar komt dit vandaan? Nou, daar bleek Alexa de robot gedaan te hebben. Dat werd een nieuwsitem op het lokale tv-station. En die dame, de presentatrice, zei, we have this great story. This girl said, Alexa, order me a dollhouse. And it really did. Wat gebeurde er? In al die huizen waar die Alexa stond, werd een dollhouse georderd. Ja, Alexa hoort een command en die weet niet dat het van de tv komt. Ja. Zo zijn er ook nog wel wat kinderziektes. Dat gaat allemaal verholpen worden. Maar voice, kijk, we hebben net een beetje leren wennen aan de term chatbots, aan big data en AI. Nou, dat is allemaal aan elkaar verbonden. Ja, hey, en er wordt ook wel eens gezegd, ja, die telefoon is niet interessant meer. Dat is gewoon uitontwikkeld. 10 jaar geleden was dit een revolutie en we hoeven het er eigenlijk nu niet meer over te hebben. De telefoon is klaar. Deel jij die mening? De telefoon is wat mij betreft een object wat de komende jaren gaat blijven. We hebben gewoon een fysiek iets nodig en iets in de lucht. En dat wordt allemaal nog even te vaag over implantaten. Welke vorm die aan gaat nemen en hoe, dat weet ik niet. Ik vind het wel interessant om te denken dat we een soort van periode Nokia hebben gehad. Daar kwam een kleine periode BlackBerry bij. Nou, nu 10 jaar iPhone. Gaat er iemand anders instappen? Want je zou kunnen zeggen het is tijd. Vind jij het ook tijd? Als je kijkt naar de ontwikkelingen, want ik vind zelf dat de verschillen. Ik heb die iPhone 7 gekocht, maar eigenlijk niet omdat het nou zo'n veel betere telefoon is dan die 6. Eigenlijk helemaal niet. Er zit een betere camera in. Ja. Maar je hebt ook geen Android gekocht. Je hebt wel besloten, bewust, om bij Apple te blijven. Ja, maar dat is ook een luiheid. In de zin van, weet je, dat werkt allemaal. Ik ben in 10 minuten klaar met installeren van mijn telefoon en huppelakee, door. Dus ook kwaliteit. Ja. Ja, inmiddels kwaliteit. Slaan we een keertje een iPhone over. Vroeger moesten we hem gewoon hebben en nu denken we van, dit jaar slaan we hem over. Ja. Als je kijkt naar zeg maar, refurbished Apple producten die Apple zelf ook verkoopt en waar nu hele winkels rond zijn, die krijgen wel een tweede leven weer bij een andere plek. Dus Apple producten worden alleen maar groter in aantal. Met Touch ID, met je creditcardgegevens in, wordt dat gewoon een heel belangrijk apparaat als je ziet wat Apple Pay nu al doet in Amerika. Dus ik denk dat we moeten wennen aan dat het niet meer zeg maar, gaat met de snelheid die we hadden. Maar dat het wel weer komt uit app developers die met te gekke dingen gaan komen. En het ecosysteem wat gewoon met meer dingen gaat werken. Het feit dat de NFC in een iPhone zit, zou een heleboel mooie use cases kunnen. De NFC. De NFC. Dus het unlocken van je deur of interactie tussen jouw telefoon en een fysiek product. Alleen het is nog gesloten, want ze gebruiken het nu echt puur voor Apple Pay. Ja. Nou, Johan Schaap neemt op Twitter geen genoegen met het antwoord op de vorige vraag. Die zegt, maar toch nog even, voor een app development bedrijf, want dat heb jij. Jij bent mede-eigenaar van The Capitals. Is de bedreiging van voice toch best fundamenteel, of niet?
En dan bedoelt hij de nieuwe interface. Ja, ja. Kan voice worden, ja. Kan chat worden. Is dat een fundamentele bedreiging voor jullie business? Nee, ik zie dat eigenlijk als een toevoeging. Of wellicht, kijk, we gaan steeds meer naar dat de intelligentie zeg maar op de back-end zit. Dus in de cloud, laten we het daar zo maar even zeggen. En dat er een interface is die op dat moment heel geschikt voor jou is. Dus een mobile guide is nu een app, maar als we straks allemaal met de AirPods inlopen, waarom zou dat niet een voice-controlled iets kunnen zijn? Hebben we hier ook. Laatste Apple-product, ga verder. Ja, en dat haalt zijn data uit dezelfde database als waar de app zeg maar zijn data haalt. En ik denk dat het een mooie toevoeging zou kunnen zijn en dat je dat... Daar gaat niet iedereen, we doen geen app meer, we gaan 100% op voice. Ik denk dat dat ook weer zeg maar, een combi zal zijn. En dat je dan ergens een keer gaat komen van, chat interfaces had ik nu al een stuk meer verwacht. En wat er nu is allemaal leuk om een keer te proberen. Maar ik heb nog niet een chatbot die mijn leven permanent verrijkt. Maar grappig, van die chats en die chatbots vind ik altijd weer. Van, je hebt natuurlijk de periode... dat het geschreven woord eigenlijk weer extra belangrijk is geworden, zou je kunnen zeggen. Enerzijds ook het bewegend beeld, et cetera, dat is de ene kant. Maar tegelijkertijd ook het type, de berichtjes. Hoe kijk jij daar tegenaan? Wat is voor jullie een belangrijke ontwikkeling waar jullie rekening mee houden? Uiteindelijk, waar de eindgebruiker bediend wil worden, zorgen dat we dat gaan doen. En als je nu vanuit chat kijkt, dan heb je een heel segment klantenservice. Wij zitten zelf iets meer op fanbeleving, op een goede experience. Zo bij Lowlands, bij The Next Web, hebben we een bot gebouwd die jouw event leuker en makkelijker maakt. Maar het is nog wel allemaal heel erg gescript. Je kunt er niet vragen met je voice, waar is mijn volgende event waar ik moet zijn en geef me even de directies. Ja. Zover zijn we nog niet. Nee. Komt ook tijd en budget, maar ik denk ook dat de gebruiker daar nu nog niet op zit te wachten. Met andere woorden, het zijn experimenten om ervaring op te doen met de interface, maar je zegt het is gewoon nog niet ver genoeg om een volwaardige gebruikerservaring te creëren? Die zijn er aan het komen. Dus je reis beter plannen, op de hoogte gehouden worden door chat of je bankieren, zaken via een chat regelen. Dat zijn allemaal mogelijkheden. Maar we zijn net gewend aan dat jouw bankieren app de veilige plek is, dat die werkt en dat die niet gehackt wordt. En dan gaan we het ineens een Facebook Messenger doen. Dat is voor heel veel mensen toch een redelijke shift. Ja. Hey, dit was de eerste iPhone, de 3GS, die groot werd in Nederland. Die massaal gingen mensen opeens iPhones kopen. Ik denk dat jullie voor deze telefoon jullie eerste iPhone-app geoptimaliseerd hebben voor Voetbal International. Ja. Als je nou terugkijkt naar die 10 jaar van toestellen en iPhones, welke app ben je dan nog steeds trots op? Altijd een lastige vraag. We werken al heel lang voor Fox Sports, vroeger Eredivisie Live. En op het moment dat je zeg maar goalclips kon zien buitenshuis, op het moment dat 3 minuten geleden die goal was gemaakt. Je bent ook een groot voetbalfan, moet ik erbij zeggen. Ja. Dus je... dat is wel even een aha momentje. Die heb je gewoon voor jezelf gemaakt, die app? Of niet? Nee, dat niet. Ja. Maar ik vond het niet vervelend om te doen. Ja. En het andere was, maar dat was de Lowlands Mobile Guide hebben we voor het eerst in 2006 gemaakt. Ja. En dat was eigenlijk het bewijs van, je moet niet proberen die desktop in een klein scherm te proppen. Je moet denken, wat is die gebruiker op dat moment aan het doen en welke informatie kan je hem daarvoor schotelen? Ja. Oké. Okay. Als ik naar de toekomst kijk, dan... Ik zeg maar nog een paar dingen van wat doet Apple goed, wat doen ze niet goed. Nou, een van de dingen die ze natuurlijk doen is op een iPad. We willen allemaal dat we met meerdere accounts kunnen inloggen. Zodat papa, mama en de kids allemaal hun eigen omgeving hebben. Nou, dat doet Apple niet, want je moet er gewoon lekker 4 kopen. En zorg allemaal dat je eigen product mee hebt. Dat gaan ze niet veranderen, want dat is de sales en marketing machine die ze zijn. Maar ergens zie ik nog wel dat ik straks de Apple Store binnenloop en ik druk met mijn duim op die Touch ID
En mijn telefoon wordt geladen uit de cloud. En ja, die hardware en die software, dus mijn domein, en er wordt nog meer gescheiden. Zodat als ik straks ergens mijn batterij is, of ik moet even bij jou lenen, dat ik hem opdruk en dat ik ineens mijn telefoon tevoorschijn komt. Dus die, dat soort innovaties zit ik meer naar te kijken dan... er werd nog net aan augmented reality gerefereerd. Nou, er zitten nu in 7 zitten twee camera's. Nou, dat is wat mij betreft een voorbode op het feit dat je dingen kan projecteren en dat hij daarmee afstanden en dingen kan meten. Ze hebben ook een bedrijf gekocht wat daar heel erg in gespecialiseerd is, of waarschijnlijk meerdere. Er speelt van alles. Tim Cook zegt, the best is yet to come. Op dit moment vind ik dat een beetje een gekke uitspraak, want eerst zien dan geloven. Maar ik geef ze nog een paar jaar het voordeel van de twijfel. Ja, je hebt ze nog niet afgeschreven zoals sommigen. Nee, sommige. Zeker niet. Oké. Okay. Nee. Nou, hartstikke goed. Super. Doe je dit jaar ook weer de Lowlands app? Ja. En, welke verbeteringen kan ik daar als gebruiker tegemoet zien? Dat is redelijk klantgedreven. Ik ben de klant. Jij bent niet de klant, je bent de gebruiker. Klant. De klant is... Die moeten we dit jaar nog spreken. Dus, okay. ze hebben KPN als hoofdsponsor, die mag ik ook wat over zeggen. Dus, okay, dus voor jullie is het niet heel makkelijk? Er gebeurt altijd wel wat, maar dit jaar is dat nog niet duidelijk. Okay, nou goed, maar misschien als we op South by Southwest zijn, dan kan ik je er meer over vertellen. Oké, nou daar zijn wij ook. Dus kom daar even bij ons langs, want daar zullen wij in ieder geval weer de nodige reportages maken. Ja. Dus dan komen we dan het nieuws even bij je ophalen. Hartstikke goed. Ja? Dank je wel, Thomas. Hartstikke goed, bedankt. Jullie bedankt voor het kijken. We danken Streamzilla die ervoor zorgt dat je iedere week live streamend kan meekijken. 2ML voor de hosting van de website. Bier & Co. voor de biertjes. Ik drink vandaag de mannenliefde. En ik de compaan. Kijk, neem eens een slokje en kijk er eventjes waarheidsgetrouw bij. Doe een andere keer. Flauw. Ja, heel flauw. En Freedom Lab waar we iedere week vandaan uitzenden. Volgende week dinsdag zijn we er weer. Dank je wel. Dag. Ha 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 ha!